boerderij Akkerlust. Ik heb zelf altijd paarden gehad. En koeien lijken eigenlijk helemaal niet op paarden. Maar toch vind ik het hele, hele bijzondere dieren. Ze zijn heel nieuwsgierig. Op boerderij Akkerlust in Stompwijk worden de koeien omstipt 4 uur gemolken. Nou, nu komen dan de eerste koeien naar binnen. Demi Olshorn is hier een paar jaar geleden komen wonen. Ze is verliefd op boer Rick en kreeg er 200 koeien bij. Ik heb hier altijd schuin tegenover gewoond. Dus we waren eigenlijk al die tijd al buren. Maar kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. En toen kwamen we elkaar uiteindelijk toch tegen. En ben ik bij hem ingetrokken. En ja, zo ben ik bij hem op de boerderij terechtgekomen. Het is heel erg ontspannend. En ja, je gaat ook, het is altijd een nadenkmomentje ook. Het nadenken tijdens het melken bracht Demi op een goed idee. Ik vond het eigenlijk zo bijzonder dat de koeien zo'n mooi product produceren. Dus ik wilde daar heel erg graag iets mee doen. En toen uiteindelijk kwam ijs op mijn pad, want ik vind ja, zelf wat lekkers wat met melk gemaakt voor het ijs. Toen ben ik een cursus gaan volgen, cursus ijsbereiding, en die heb ik toen gehaald. En vanaf dat moment ben ik ijs gaan maken. Ijs gemaakt van de koeien die Demi zelf melkt. Demi's boerderijijs is te koop op verschillende plekken in de regio. Als de zon schijnt, hoort er een ijsje bij. Maar ook als het regent of als het sneeuwt, het is altijd tijd voor een ijsje.